Welkom bij First Slice. Vandaag zal ik voor jullie maken naanbrood. Wat hebben we nodig? Zout, suiker, bakpoeder, melk, yoghurt, maïsolie en bloem. Dus we nemen de KitchenAid, de menger. We doen onze bloem in de mengkom, ons bakpoeder, zout, suiker, maïsolie, melk en yoghurt. De juiste receptuur vindt u terug op firstclice.tv. Voilà, nu zetten we de pot op de menger. Nu zetten de mengarm erop. En nu gaan we hem zachtjes op stand 2 à 3 mooi laten kneden tot een homogene massa. Voilà, ons deeg heeft nu ongeveer een vijftal minuutjes staan mooi draaien. Ons deeg is heel mooi homogeen. Mooi raf aan de naak. Nu gaan we ons naambeslag mooi in een mengkom plaatsen. Nu gaan we er een handdoek over plaatsen. Zo. En dit gaan we een twintigtal minuutjes laten rusten. Lichtjes laten rijzen. Dit heeft 20 minuutjes gerust. Nu nemen we een klein beetje bloem. Strooien we bloem op ons beslag. Dan gaan we dat mooi naar losmaken. En we hebben een heel mooi elastisch naambeslag die we nu heel dun zullen uitrollen. We snijden kleine stukjes van ons deeg. Gewoon een klein beetje met bloem bestrooien. Een klein beetje bloem op onze plank. Een klein beetje gaan voorvormen met onze vingers. En met de deegrol. En nu houden we dat heel mooi flinterdun gaan uitsmeren. Ons naandeeg is heel mooi flinterdun uitgerold. En nu gaan we die mooi uitsteken met een uitsteek. Ons naambrood die hebben we mooi uitgerold, uitgesteken. En nu gaan we onze mooie plakjes naambrood mooi op een warme plaat leggen in de oven op 240 gedurende 4 minuutjes. Mini naambroodjes. Dit is een basisrecept dat ik ga gebruiken in een andere receptuur van First Slice. Zeker lekker, tot de volgende keer.